Welkom, we gaan kijken naar de Lewis-structuur. Lewis-structuur is niks anders dan de structuurformule van een molecuul waarbij je ook de niet-bindende elektronen tekent. Nou, voorbeeld, dit is het molecuul water. Dit is de structuurformule. En dit is de Lewis-structuur van water. En je ziet het verschil in die twee rode streepjes. Dat zijn de niet-bindende elektronen die ook nog aanwezig zijn in dit molecuul. Nou, waar komen nou die niet-bindende elektronen vandaan en wat is dat nou precies? Nou, belangrijk is dat je realiseert dat de elektronen die betrokken zijn bij de Lewis-structuur, dus dat zijn deze zwarte en die rode, dat zijn de valentie-elektronen van de atomen waaruit het molecuul is opgebouwd. En de valentie-elektronen zijn de buitenste elektronen in een atoom. Laten we even kijken naar de elektronenconfiguratie van waterstof en zuurstof. Die haal je uit je binas. Waterstof 1, in de K-schil zit maar 1 elektron, dus dit is ook meteen de buitenste. Dus dit is een valentie-elektron van waterstof. En zuurstof heeft elektronenconfiguratie 2,6, 2 in de K-schil, 6 in de L-schil. Dit is de buitenste schil. Dus het aantal valentie-elektronen van het zuurstofatoom bedraagt 6. Nou, waar je nu om moet denken is dat je bij het tekenen van een Lewis-structuur er altijd voor moet zorgen dat er rond elk atoom, met uitzondering van waterstof, er 8 elektronen worden getekend. Nou, als je nu kijkt naar dit zuurstofatoom, dan zie je hier een elektronenpaar van de atoombinding en daar. Dus dit zijn 2 elektronen en dit zijn er ook 2, is 4. Kijk, deze 2, 6 en deze 2, 8. Totaal hier 8 elektronen rond dat zuurstof. Dus dit molecuul, of sorry, dit atoom voldoet nu aan de octetregel. En waterstof hoort altijd 2 om zich heen te hebben. Nou, dat zijn deze 2 van die atoombindingen en dan is die al klaar. Dus grofweg, als je dit soort structuurformules ziet en je wil daar de Lewis-structuur van tekenen, dan heb je een makkie. Want je denkt, nou ja, oké, octetregel, er moeten 8 elektronen getekend worden rond elk atoom. Nou, dit koolstofatoom heeft hier 2, 4, 6, 8 elektronen om zich heen, is al klaar. Dit koolstofatoom ook, 2, 4, 6, 8 elektronen. En dit zuurstofatoom, 2, 4, dus teken je daar nog een streepje en daar een streepje, dan heeft hij er totaal 8. Geldt ook voor dit zuurstofatoom, 2, 4, 6, 8, en hij is tevreden. En hier ammoniak, 2, 4, 6, 8 elektronen. Dit is de Lewis-structuur van ammoniak. Zuurstof en stikstof even naar kijken. Zuurstof heeft hier 2, 4 elektronen om zich heen. Nou, hij wilde 8 hebben. Dus dan komen weer die 2 streepjes. Dat lijkt weer verdacht veel dit gedeelte. En daar dus ook. En stikstof 2, 4, 6 elektronen hier. Dus er komt er nog een streepje 8 en daar 8. En nou, dan ben je er. Zit dit nu het hele verhaal? Nee, helaas. Maar je kan meer doen met een Lewis-structuur. Er zijn moleculen waar het best lastig is om een structuurformule te tekenen. Maar je kan er wel een Lewis-structuur van tekenen. Dan heb je toch weer wat meer informatie over de bouw van het molecuul. Ik wil dat laten zien aan de hand van CO2 en zijn broertje koolmonoxide. We kunnen allemaal CO2 tekenen, de structuurformule. Daar staat hij en we kunnen nu ook de Lewis-structuur wel tekenen. Octetregel en je bent er. Maar hoe zit het met koolmonoxide? Heb je al eens geprobeerd de structuurformule te tekenen van koolmonoxide? Misschien stel je dit voor, maar ja, de covalentie van koolstof is 4 en niet 2. Zo dan, maar ja, covalentie van koolstof is 4, zuurstof is 2, dit gaat ook niet goed. En ja, dit ziet ook heel briek uit, 4 voor koolstof, dat zou je dan nog kunnen verdedigen, maar wel heel dunnetjes. Maar zuurstof hier, covalentie 2, dat is onzin. Hoe zit het dan met de Lewis-structuur van koolmonoxide? Die kunnen we gaan berekenen. En dat doen we aan de hand van een voorbeeld. Ik ga eerst het voorbeeld geven voor de berekening voor CO2. Daarbij laat ik je zien hoe je het aantal valentie-elektronen kunt berekenen en het aantal bindingen. En die theorie ga ik vervolgens toepassen op koolmonoxide. We gaan eerst naar CO2. CO2 bestaat dus uit 2 atomen. Koolstof en zuurstof. En koolstof heeft 4 valentie-elektronen en zuurstof 6.
Wat ik nu eerst ga doen, tellen hoeveel valentie-elektronen er aanwezig zijn in CO2. Nou, koolstof levert 4 valentie-elektronen, zitten 2 zuurstofatomen in. Dus er komen totaal 2 keer 6 is 12 elektronen, 12 valentie-elektronen in het molecuul dankzij zuurstof. Totaal zijn er dus 12 plus 4, 16 valentie-elektronen in CO2. Dus 8 elektronenparen, ofwel 8 streepjes. Nou, dat klopt ook, want we hadden dit getekend en je ziet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 streepjes. So far so good, niks nieuws. Maar we gaan nu het aantal bindingen berekenen. En dat doen we als volgt. We gaan de octetregel toepassen op elk atoom zelf. Koolstof wil het liefst, of nee, wil gewoon 8 elektronen om zich heen. Pats. Hij levert er zelf 4, maar hij wilde 8 om zich heen. Zuurstof heeft er zelf 6, maar wilde 8 om zich heen. Dus 2 zuurstofatomen willen samen 2 keer 8 elektronen om zich heen. Totaal 3 keer 8, 24 elektronen zijn gewenst, ofwel 12 streepjes. Ja, is gewenst, maar er zijn er maar 8. Je zou misschien, stel dat je 8 euro in je portemonnee hebt, dan kun je wel wensen dat je de 12 hebt, maar dat heb je niet, je hebt er maar 8. Nou, wat je nu hier kunt doen, en wat lukt niet met jouw inhoud voor je portemonnee, je kunt hier van deze 8 er 4 dubbel gaan tellen. Want als je er hier 4 van dubbel telt, dan kom je op 8 plus 4 is 12 uit. Dus dat verschil is 4. En als je hier dus 4 van dubbel telt, dan kom je er op 12 uit. Waar slaat dat nou eigenlijk op, dat dubbel tellen? Nou, dubbel tellen dat geeft jou informatie over het aantal bindingen binnen dat molecuul. Er zijn in CO2 4 bindingen nu te verwachten. En dat zijn deze 4. 1, 2, 3, 4. En hoe zit het nou met dat dubbel tellen? Nou, de octetregel pas je toe hier op dit zuurstofatoom. Die heeft hier 2, 4 eigen elektronen. Die zijn echt van zuurstof alleen. En deze en dit elektronenpaar, dat deelt hij dus met koolstof. Maar voor de octetregel tel ik deze 2 nu bij die. 2, 4, 6, 8 elektronen rond zuurstof, klaar. En dit koolstofatoom heeft ook 8 elektronen om zich heen. 2, 4, 6, 8. En deze 2 tel ik nu voor de octetregel mee met dit koolstofatoom. Dit elektronenpaar en dat elektronenpaar wordt dus hier dubbel geteld. 1 keer bij zuurstof om aan de octetregel te voldoen. En 1 keer bij koolstof. Nou, dat bedoel ik met dubbel tellen en bindingen. Ga ik nu dit toepassen op koolmonoxide. Dan ziet het er als volgt uit. Koolmonoxide 1 C'tje 1 O'tje. Aanwezig 4 valentie-elektronen en 6 van zuurstof. Dus 10 elektronen, dus 5 elektronenparen. Ik krijg dus 5 streepjes bij koolmonoxide. Gewenst koolstof 8, zuurstof wilde 8 om zich heen 16. Dus 8 elektronenparen en het verschil is 3. Dat betekent dus dat ik er 3 bindingen moet gaan dubbel tellen. Dus ik kom uit op 5 streepjes en 3 bindingen. Nou, deze is het dus. 1 C'tje, 1 O'tje met 3 bindingen. En ik moet totaal 5 streepjes hebben. Nou, dat zie je hier gebeuren. 2, 4, 6. Dan komen daar nog 2 elektronen bij. 8. En aan de andere kant ook. Dan voldoet elk atoom nu aan de octetregel. Ik heb 5 streepjes en totaal 3 bindingen. En dit is de luwe structuur van CO. Bijna, want we zijn er nog niet helemaal. Ik moet jullie nog even lastigvallen met het volgende. Als we kijken naar de valentie-elektronen rond dit zuurstofatoom, dan tellen we er hier 1, 2, 3, 4. En dit zuurstofatoom heeft hier een dubbele binding, zoals je ziet. En 1 elektron van deze binding, het is een gemeenschappelijk elektronenpaar, is van zuurstof. En eentje van die ook. Dus er zijn hier van zuurstof totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6 valentie-elektronen puur van zuurstof. Nou, dat klopt. Zuurstof heeft 6 valentie-elektronen. Hier, dit koolstof heeft van deze dubbele, van deze elektronenpaar, van dit elektronenpaar 1 elektron. Van die 1 is 2, 3, 4. Dus koolstof heeft hier 4 valentie-elektronen. Dat klopt. Hij heeft er ook maar 4 hier. Dus dat klopt allemaal. En hier die zuurstof komen weer op die 6 uit. 2, 4, 5, 6. Klopt, niks aan de hand. Maar
Bij koolmonoxide, je voelt hem al aankomen, is er wel iets aan de hand. Laten we eens even gaan tellen. Koolstof hoort er 4 te hebben, maar koolstof heeft van dit gemeenschappelijk elektronenpaar dus eentje van koolstof, daar ook eentjes 2, eentjes 3, 4, 5. Ah, hier zijn 5 elektronen, 5 valentie-elektronen rond koolstof, maar hij hoort er maar 4 te hebben. Hij heeft er 1 te veel en dat betekent dat daar een lading rust van 1 min. En dat noem je de formele lading en dat rust dan op dit koolstofatoom. Als we kijken naar het zuurstof. Zuurstof hoort van zichzelf 6 valentie-elektronen te hebben. Maar in koolmonoxide heeft hij er 1, 2, 3, 4, 5. Hij hoort er 6 te hebben, hij heeft er maar 5. Dus daarop rust een lading van 1 plus. En hier spreek je dus van de formele lading op het zuurstofatoom van 1 plus. En dit is de Lewis-structuur met formele lading van koolmonoxide. Hoe zit het nu met ionen? Daar gaan we even kort naar kijken. De Lewis-structuur van bijvoorbeeld het nitraation, NO3-. Je maakt dus omrekening. Aan de hand van de valentie-elektronen van stikstof en zuurstof van 5 en van 6 respectievelijk. Dan staat die tabel. Aantal elektronen dat aanwezig is. Stikstof heeft er 5 en 3 O'tjes. 3 keer 6 is 18. Plus 5 is 23. Maar er komt 1 elektron extra bij je berekening. Want er is een lading van 1 min. Dus die noteren we hier er even bij. We hebben totaal 12 elektronenparen. Nou, gewenst 16. 4 bindingen moet ik dan tekenen voor het nitraation. En dan kom ik er zo uit te zien. 1 stikstof met 4 bindingen naar de O'tjes toe, totaal. Dan moet ik de Lewis-structuur afmaken. Ik moet dus totaal 12 streepjes hebben. Nou, het moet voldoen aan de octetregel. Dan komt hij er zo uit te zien. 2, 4, 6, 8 elektronen rond zuurstof. Daar dus ook. Zuurstof, hier komen 2 streepjes. 2, 4, 6, 8 voldoet. En stikstof, 2, 4, 6, 8 elektronen om zich heen. Dus dat klopt allemaal. Hoe zit het nu met de lading? Even kijken. 6 valentie-elektronen voor zuurstof. En hier heeft hij de 2, 4, 6. En eentje van dit elektronenpaar is van zuurstof. Dus hier rust een lading op van 1 min. Dat betekent dat daar links ook een lading rust van 1 min. Dit is in orde. 2, 4, 5, 6 valentie-elektronen hier. Dus dat is niks aan de hand. Geen lading. En stikstof hoort 5 elektronen, 5 valentie-elektronen te hebben. En van dit elektronenpaar is er eentje van stikstof. Daar eentje is 2, 3, totaal 4. Hij hoort er 5 te hebben. Dus hier is 1 elektron tekort. Dus daar is een lading van 1 plus. En dat klopt ook, want netto 2 min en 1 plus is 1 min. Netto moet ik ook op die 1 min uitkomen. Dus dit is de Lewis-structuur van het ion nitraat, van het nitraation. Oké, dit was hem. Bedankt.